Word master in optimisme. Doe mee en probeer een hele dag niet te klagen. Hoe je dat doet, dat leg ik je uit in deze video. Oh, jongens, ik ben echt zo moe. Nee, nee, nee! Niet weer smeerkaas. Wat een weer vandaag, zeg. Klagen. Ik kan het echt als de beste. En jij misschien ook wel, want wij mensen zijn heel goed in gezeur en gezeik. Maar dat gaan we nu eens even helemaal anders doen. De eerste aflevering van Mastermind gaat over optimisme. Dat betekent dat je de dingen van de zonnige kant bekijkt. En dat je je richt op het positieve. Dat je het glas half vol ziet in plaats van half leeg. En dat je kijkt naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. En als je optimistisch in het leven staat, dan is dat eigenlijk super chill, want dat maakt je namelijk vrolijk. Vraag je, met wie denk jij dat je het meest praat in je leven? Ja, denk er maar even over na. Waarschijnlijk denk je je vader of je moeder of je beste vriend of vriendin. Maar nee, 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 dat is allemaal niet waar. Degene met wie jij het meest praat, dat ben jezelf. Gesprekjes met jezelf in gedachten. En nou kun je echt van alles tegen jezelf zeggen. Stel je voor, je verliest een hele belangrijke sportwedstrijd. Zeg jij dan tegen jezelf, oh, ik kan ook echt helemaal niks. Of zeg je tegen jezelf, nou, jammer, helaas, toch best leuk gespeeld en volgende keer beter. Als je dat doet, dan ben je namelijk optimistisch bezig. En het leuke is, optimisme kun je trainen. Nee, niet met je spieren, maar met je kop. Gym voor je geest. Master your mind. Zo doe je het. Stap 1. Kies deze week 1 dag uit waarop je de uitdaging aangaat. Waarop je dus gaat proberen een hele dag niet te klagen. Tip, samen met een vriend of vriendin of met je hele klas is natuurlijk nog leuker. Dus maak er gewoon met z'n allen een challenge van. Stap 2. Doe die dag een armbandje om. Kijk, je kan er eentje maken van een touwtje. Misschien gebruik je wel gewoon je elastiekje, dat is ook goed. Maar dit is jouw ik klaag vandaag niet armbandje. Iedere keer dat je je bandje ziet, dan weet je weer ik klaag vandaag niet. Stap 3. Alles wat er vandaag gebeurt, van het verkeerde been waarmee je misschien uit bed stapt, of de hagelslag die op is, het spelletje dat je verliest, tot de toets waar je geen zin in hebt. Klaag er niet over. Verlies je een voetbalwedstrijd, laat het gaan en zeg tegen jezelf, nou, toch een leuk potje gespeeld, jammer, maar volgende keer beter. Ja, lekker band. Balen, maar misschien kom je wel de liefde van je leven tegen terwijl je naar school moet lopen met je lekker band. Moet je je kamer opruimen? Ja, dat is wel gewoon echt heel... Maar probeer niet te klagen. Probeer je negatieve gedachten vandaag geen aandacht te geven en richt je op het positieve. Gebeurt er iets vervelends en wil je toch klagen? Vraag jezelf dan af, hoe belangrijk is dit over een week nog? En vaak valt het dan echt alles mee. Klaag je per ongeluk toch? Geen probleem, kan gebeuren. Gewoon doorzetten. Stap 4. En? Is het je gelukt om het een hele dag vol te houden? Dan ben jij nu echt een master in optimisme. Wat ging er goed? Wat was er lastig? Laat het weten, post een foto of een video en gebruik de hashtag MasterYourMind. Heel veel succes en